We beginnen met een studie van Openbaring 15. En dan heb je het vers 1. En dan zie je het lied der overwinnaars. Als jullie de Bijbel pakken. Het lied der overwinnaars. Wij zingen een lied van overwinning. Als wij daar op de glazen zee mogen staan. En ik zag een ander teken in de hemel. Groot en wonderbaar. Zeven engelen die de zeven laatste plagen hadden. Want daarmee is de gramschap Gods volledig. Dus de zeven plagen zijn tot doel dat God gramschap heeft. En dat zal moeten gebeuren. Want God heeft een straf voor de wereld. En veel mensen houden daar geen rekening mee. Maar die plagen zijn tot doel dat de wraak van God over de wereld zal komen. En in vers 2. En ik zag als een zee van glas met vuur vermengd en de overwinnaars van het beest en van zijn beeld en van het getal van zijn naam staande aan de glazen zee met de citrus gods. En zij zingen het lied van Mozes, de knecht gods, en het lied van het lam, zeggende: groot en wonderbaar zijn uw werken, Heere God, almachtig rechtvaardig. En waarachtig zijn uw wegen, gij koning der volkeren. Wie zou niet vrezen, Heere, en uw naam niet verheerlijken? Immers, gij alleen zijt heilig. Want alle volken zullen komen en zullen voor u nedervallen en aanbidding. Omdat uw gerichten openbaar zijn geworden. Hier zie je waarom die zeven plagen van doorzalgevende aard zijn, dan de gerichten van God moeten openbaar worden. En niet alleen voor ons, maar ook voor de hele alle engelen en zelfs voor Satan en zijn engelen moeten de gerichten openbaar worden. En hier zie je ook dat er wordt gezegd: rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen. Ziet u? Want God zit in de bezonde, in de beklagingstoel. Hij wordt beschuldigd. En hier wordt gezegd dat alles duidelijk is wat hij doet. Waarom doet hij deze zeven plagen? Omdat hij rechtvaardig is. En waarachtig zijn zijn wegen. Hij wil het hele universum laten zien dat de oordelen rechtvaardig zijn. En als we hier beginnen met de PowerPoint, dan zien we dus de zeven schalen vol van de gramschap van God. En dat is deel 1. Deze schalen zijn voor de onboetvaardigen. Mensen die niet tot berouw zijn gekomen en niet hun zon hebben beleden en niet door God zijn geleid. Deze onboetvaardigen, dat kunnen alle mensen die God hebben afgewezen zijn, maar dat kunnen ook mensen zijn die niet gehoorzaam zijn geweest aan God. Daarom staat hier die overwinnaars. Dat zijn overwinnaars over het beeld en zijn beest, het beest en zijn beeld. Alvallig protestantisme en over het beest Rome. Daar zijn ze overwinnaars. En u weet, de kwestie gaat over de Sabbat en de zondag. Nou, als we hier kijken naar de tweede dia, waarom moeten wij de zeven laatste plagen ook studeren? Omdat het zegel van God wordt uitgestort alleen op degenen die zuchten en over alle gruwelen die in Jeruzalem worden bedreven. En dat lezen we in Ezekiel 9, vers 4. Er is een groep die zucht over de gruwelen die in Jeruzalem worden bedreven. Dit is dus niet de gruwel in de wereld, maar in Jeruzalem. En Jeruzalem, in Ezekiel 9, vers 1, is de kerk. Dat is de kerk. Onze kerk. Wij, volgens Ezekiel 9, zag in de visioen, dat er grote gruwelen werden bedreven. Nou zegt deel 5 van de testimonies, vers 2 en 2:13, de dag van Gods wraak staat op het punt te komen. Het zegel van God kan alleen worden geplaatst op het voorhoofd van hen die zuchten en wenen vanwege de gruwelen die in het land plaatsvinden. Dus wanneer we ons bewust zijn dat er in Sion grote zonden plaatsvinden en wij bidden voor de mensen dat er genade mag zijn voor Sion, voor de kerk,
Want als je Ezekiel leest, dan zie je dat bijna iedereen werd gedood door de slagwapens. De vijf mannen, één is de inkoker, dat is Jezus, die dus de inkoker, hij schrijft de namen van wie door het oordeel zijn gekomen. En de anderen die volgen zijn die vijf engelen met de slagwapens. Die doden. Een geestelijke dood is dat. Dat is niet een dood dat je doodgeslagen wordt, een geestelijke dood. Dat betekent dat je de kracht van God niet meer ervaart in je leven. Ziet u? En als wij naar Ezekiel 9 gaan, dan zien we dat Ezekiel het uitschreeuwt. Hij spreekt uit: God, gaat u heel uw kerk vernietigen, gaat u heel Jeruzalem vernietigen. En dan zegt God uiteindelijk, ja, de zonnen in Sion zijn uitermate groot. Dat is op zichzelf een hele studie van hoor. En dan ziet hij hier, als je vers 8 ziet, lees van Ezekiel 9. Toen zij nu bezig waren met neer te slaan, ik was achtergebleven, wierp ik mij op mijn aangezicht. Schreeuwde het uit en zei: ach Heer, gaat gij nu het hele overblijfsel van Israël verdelgen door uw grimmigheid uit te kieten over Jeruzalem? En hij zei tot mij: de ongerechtigheid van het huis Israël en van Juda is uitermate groot, zodat het land van bloedschuld vol is en de stad vol van rechtsverkrachting. Want zij denken: de Heere heeft het land verlaten en de Heere ziet het niet. Dat is de tendens wat nou in de kerk ook plaatsvindt. Ze denken: de Heere ziet dat allemaal niet. En daarom zal ik ook niet ontzien en geen deernis hebben. Hun wandel zal ik op hun eigen hoofd doen neerkomen. En zie, de man die in linnen gekleed was en de schrijftober aan zijn zijde droeg, bracht dit bericht: ik heb gedaan zoals gij me bevolen had. En als je verder leest, is er nog heel wat in vers 10, maar dan gaan we niet behandelen, is maar iets anders. Dan zie je dus dat de rechtvaardigen in Sion, diegenen die gereed zijn om in de hemel opgenomen te worden, die zullen de ruiloproep kunnen brengen in Jesaja 66. Maar dat is even een andere studie. Maar hier zien we dus dat zij die een band hebben met de wereld en eten en drinken met de dronkaards, zullen zeker met de werkers der ongerechtigheid vernietigd worden. De koning des Heren, of de ogen des Heren zijn op de rechtvaardigen en zijn oren tot hun smeking. Maar het aangezicht des Heren is tegen hen die het kwade doen. Is dit op de PowerPoint? Nee. Dan moet ik dat apparaatje halen van de PowerPoint. Nou, zal ik kijken. Ja, maar dat is. Ja, zij. Oké, goed. Nou. Ja, prima, dan geef ze door. Prima. Ik doe een seintje. Dus wanneer wij een band hebben met de wereld en eten en drinken, zoals de dronkaards, dan zullen we zeker met deze werkers de ongerechtigheid vernietigd worden. En de Heer kijkt alleen op de rechtvaardigen, op de mensen die rechtvaardig straks worden verklaard, zoals Noach. En de acht van mensen die de ark binnengaan, dat die rechtvaardig wordt bekleed. En naar hun smeken. En de Heer is tegen hen die het kwade doen. Onze eigen handelwijze zal bepalen of wij het zegel van de levende God zullen ontvangen, of dat wij neergemaaid zullen worden door de verdelgingswapens van Ezekiel 9. Nu reeds vallen de druppels van Gods troon op de aarde. Wanneer echter de zeven plagen onvermengd uitgegoten zullen worden, in de beker van zijn gramschap, zal het voor altijd te laat zijn om nog tot bekering te komen en een schuilplaats te vinden. Er is dus geen schuilplaats. Er is ook geen verzoenend bloed van Jezus Christus dat de smetten van de zonde zal kunnen wegwassen. Ten dien tijde zal Michael opstaan, de grote vorst die de zonen van uw volk terzijde staan. En dan zal een tijd van grote benauwdheid zijn, zoals het er niet is geweest, sinds er volken bestaan, tot op die tijd toe. Maar in die tijd zal uw volk ontkomen.
al die in het boek geschreven wordt bevonden. We hebben het hier over het boek des levens. Allen die daar opgetekend staan in het boek des levens. Dus wanneer de tijd van benauwdheid komt, is over ieders lot beslist, wat ik ook zei vanmorgen. Wanneer uw naam wordt opgeroepen en het boek des levens wordt erbij gehaald, dan wordt er gekeken, want Satan die beschuldigt ons. Hij beschuldigt van onze zonden van vroeger. En dan zegt Jezus, maar deze persoon heeft zijn zonde beleden. Hij heeft zijn zonde zo beleden dat ik die op mij kan nemen. Deze zonden zijn weg. En dat is de garantie wat er is. Hè? Er is geen genade tijd meer. Geen genade voor de onboedvaardigen. En ook onboedvaardigen zijn bij ons mensen in de kerk. Die hun zonden niet beleiden. Die van de ene dag op de andere dag leven. Die geen berouw hebben die door God gegeven is. En dan krijg je dus een soort verharding. Dat God niet verder met deze mensen kan gaan. Dus deze onboedvaardigen met de goddelozen, die zullen dus gaan naar, die zullen de plagen dus tegenkomen. Hier. Ik lees het en dat moet u goed inzoomen. God has not restrained the powers of darkness from carrying forward their deadly work of vitiating the air or of sources of life and nutrition with deadly miasma. Dus God die houdt dus de wereld wordt vergiftigd, langzamerhand. We weten dat, dat het milieu is besmet, dat straks de lucht ook wordt besmet. En God houdt dat tegen. En hij zegt hier duidelijk dat hij heeft het altijd willen beschermen, maar hij laat het toe. Omdat het een onderdeel is van de zeven laatste plagen. Hier staat er drie selected messages in 3, neven 1. Not only vegetable life affected, but man suffers from pestilence. These things are the result of the drops from the vials of God's wrath being sprinkled on earth and are but faint representations of what will be in the near future. We hebben het dus over de klimaat, hè? Wat de regering noemt, klimaattoestellingen. Maar we zien dat de aarde wordt verpest. En dit zijn eigenlijk al tekenen, wat zuster White zegt, van de druppels die over de wereld zullen komen en straks bij de zeven plagen horen. Jesaja 28, vers 21 en 22. Want de Heer zal opstaan, handelen, zoals op de berg Pirazim. En in 2 Samuel 17, vers 25. Hij zal in beweging komen, zoals het in het dal bij Gibeon. Jozua 10, vers 10 en 11, 10 tot en met 12, om zijn werk te doen. Hier ging de Heer automatisch handelen hier. En vreemd zal zijn werk zijn om zijn daad te verrichten. Ongewoon zal zijn daad zijn. Weet u, wat gebeurde bij de berg Pirazim? Wat gebeurde daar? Als we het opslaan, dan zie je dat in de berg Pirazim, als we dat kijken in 2 Samuel 5 vers 20, dan hebben wij een gebeurtenis waar God dus niet handelt overeenkomstig zijn karakter. Want God is liefde. We zien hier dus dat 2 Samuel, de berg Pirazim, 2 Samuel 5 vers 20, dan zie je dat God een buitengewoon werk deed, wat we eigenlijk niet van hem zouden verwachten. Want de mensen zeggen, God is liefde. Hij is een en liefde. Maar God kan handelen om zijn eigen gerechtigheid te laten zien. En hier staat dat 5 vers 20, en heb je dat gelezen? Dan staat er hier, toen kwam David te Baal-Pirazim, waar hij hem versloeg. En hij zeide, de Heer is voor mij door mijn vijanden heen gebroken, zoals water doorbreekt. Dus hij gaf de eer aan de Heer. Daarom noemde men hem die plaats Baal-Pirazim.
Zij lieten daar zelfs hun afgodsbeelden achter. En David en zijn mannen namen ze mee. Toen de Filistijnen, maar goed dat, wederom optrokken, waren ze zich in de vlakte van Refaim verspreid. Raadpleegde David de Heer. Kijk, er waren grote moeilijkheden. En dan gaat David de Heer het raadplegen. En hij zei, trek niet op. Maak een omtrekkende beweging tot achter hem. Dat zeiden de Heer tegen David. Zodat hij hen kunt aanvallen. Van de kant der balsemstruiken. En zodra gij een geluid van schreden hoort in de toppen van de balsemstruiken, haast u dan, want dan is de Heer voor u uitgetrokken om het leger der Filistijnen te verslaan. David nu deed alles, gelijk de Heer hem geboden had. Hij versloeg de Filistijnen van Geba af tot en met Geza. Dus hij raadpleegde God en dan gaat God handelen. En hij heeft de mensen naar zijn beeld gemaakt en dan vernietigt God mensen. Hij kent geen genade voor de mensen. Dit is dus een werk wat niet gewend is van God. Ziet u? Dat moet je dat verband inzien. En als je naar Gibeon kijkt, dan zie je ook Gibeon, Jozua 10, vers 10 en 12. Dan zie je dat God even precies zo gaat strijden. Zo wat wij niet van hem gewend zijn. In Jozua 10 in de Bijbel. En daarvan vers 10 en 12. En dan lees ik. En Jozua overviel hem, plotseling. De ganse nacht was hij van Gilgal uit opgetrokken. En de Heere bracht hen voor het aangezicht van Israël in verwarring. Zodat hij hun een grote nederlaag toebracht bij de Gibeon. Hij vervolgde in de richting van de bergpas Bet-Goron en hen versloeg hij bij Azeka en Maleka. Terwijl zij nu voor Israël vluchtten en zij juist op de helling van Bet-Goron waren, wierp de Heere uit de hemel grote stenen op hen. Heeft u het al gelezen? Tot Azeka toe, zodat zij stierven die door de hagelstenen stierven, waren talrijker dan die welke de Israëlieten met het zwaard doden. Toen sprak Jozua tot de Heere ten dagen, waarop de Heere de Amorieten en de Israëlieten overleefden. En hij zeide in tegenwoordigheid van Israël, zon staat stil te Gibeon en gij maan in het dal van Allaion. En de zon stond stil en de maan bleef staan, totdat het volk zich op zijn vijand gebroken had. Is dit niet geschreven in het boek der oprechten? Dus je ziet dat Heere hagelstenen liet vallen op de Amorieten. En diezelfde hagelstenen, die zullen ook een onderdeel zijn van de zeven laatste plagen. En wel, hoe zwaar is een hagelsteen? Zo zwaar als 30 kilo. Dat is een baksteen. 30 kilo. Nou, een baksteen is misschien maar 5 kilo. Maar zo'n steen. Dus dat gaat overal heen. En dat is de allerlaatste plaag wat over de wereld komt. Dus dan zal de koeien in het veld doden, het leven doden, de mensen die overwegen zullen doden. Dus dat is iets wat de Heer ongewoon is. Maar uit de Bijbel kunnen we dit al zien. Twee grote gebeurtenissen. En de Heer handelt niet overeenkomstig zijn karakter. Hoe is Gods karakter? God is vanuit zichzelf is die genadevol. Verdraagzaam, warmhartig, langmoedig en groot van goede teerheid en trouw. Dat staat in Exodus 34, vers 6. Zijn karakter is vreemd van het kwaad. Toebrengen aan zijn schepsels, want hij heeft ze gemaakt naar zijn eigen beeld. Dat schepsels moeten lijden en moeten worden gedood, is een vreemd werk voor God. Maar Exodus 34, vers 7 zegt ons ook dat de schuldige houdt hij niet onschuldig. Mensen denken vaak dat Gods oordelen zo lang worden uitgesteld dat het er nooit van zal komen. En Prediker 8 vers 11 is een mooie tekst. Omdat het vonnis over de boze daad niet aanstonds wordt voltrokken,
hoort. Daarom is het hart der mensenkinderen in hen begeerig om kwaad te doen. Kijk, ziet u? Omdat de daad niet direct wordt voltrokken, zijn wij begeerig om kwaad te blijven en in zondig te blijven handelen. Maar God houdt ons dat allemaal aan rekening. In het boek der werken worden wij opgeschreven en het boek des levens. En daar staat in dat God is begeerig. De mensen zijn begeerig om kwaad te doen. En Prediker 8 vers 11 zegt, omdat het vonnis over de boze daad niet aanstonds betrokken wordt, daarom is het hart der mensenkinderen in hen begeerig om kwaad te doen. Geen bekering. Daar de zondaar 100 maal kwaad doet en toch lang leeft. Ze kijken naar de goddeloze mensen die een lang leven hebben. En sommige christenen moeten lijden met ziektes en moeilijkheden. En dan verwijten ze, hoe kan dat nou? Wij doen uw geboden en toch zijn wij vaak ziek. Hoe is Gods karakter? Oh, dat hebben we net gelezen. Nochtans weet ik dat het Godvrezende wel zal gaan, omdat zij voor hem vrezen. De goddeloze daarentegen zal het niet wel gaan. En hij zal de levensduur niet verlengen als een schaduw, omdat hij voor God niet vreest. Wat is de eerste engelenboodschap? Vrees God en geef hem de eer. Maar de goddelozen vrezen God niet. Maar ook veel christenen vrezen God niet in hun daad en doen en wel. De laatste oproep van God in Openbaring 14 vers 7. Vrees God en geef hem eer. Want de uren van zijn oordeel is gekomen. En aanbid hem die de hemel en de aarde en de zee gemaakt heeft. Openbaring 15. Dan beginnen we 15 vers 5, 8. En daarna zag ik, Johannes, de apostel zag dat, en de tempel van de tent der getuigenis in de hemel ging open. En de 7 engelen, die de 7 plagen hadden, kwamen uit de tempel, bekleed met rein en blinkend linnen, en de borst omgord met een gouden gordel. Net als Jezus in Openbaring 1, ook een gordel met een wit kleed. En dan zie je de introductie van het uitgieten van de 7 plagen begint dus bij Openbaring 15 vers 5. En daarna zag ik, en de tempel ging open en de 7 engelen die de 7 plagen hadden, kwamen uit de tempel, bekleed met rein en blinkend linnen en de borst omgord met gouden gordel. In het boek Openbaring komen heel wat tempelzenders voor. We hebben de Openbaring 5, dat Jezus geïnaugureerd werd met de 4 dieren en de 4 dieren en degene, de ouderlingen, die daar ook bij waren. Maar Openbaring 14, vers 14 en 20 wordt Jezus gezien gezeten op een witte wolk, terwijl God de Vader voorzit in de tempel en de oordelen gestart worden binnen de tempel. Ziet u? Binnen de tempel komen deze oordelen. De tempel waar eigenlijk God zetelt. En u ziet van tevoren dat hij met rook is. Niemand kon de tempel meer binnengaan van de Openbaring 15. Ook Jezus niet, want Jezus is weg uit de tempel. Want God de Vader is. En daar starten dus de plagen. De activiteiten beginnen wanneer Jezus op het punt staat terug te komen om zijn koningschap te aanvaarden. Ziet u? Dan heeft hij zijn onderdanen. Jezus kan geen koning zijn als er geen onderdanen zijn. Allemaal dit goed. En daarom start dat daar. Let op de zin. De tempel van de tent der getuigenis in de hemel ging open. Waar wordt de tempel der getuigenis nog meer gelezen in het Nieuwe Testament? In Handelingen 7 vers 44. Daar lezen wij, de tent der getuigenis hadden onze vader in de woestijn, zoals hij geboden had, die tot Mozes zei dat hij haar moest maken naar het voorbeeld dat hij gezien had. Het verwijst dus naar de 10 geboden. Ziet u? De tempel der getuigenis, de 10 geboden van woord en getuigenis. Dat afgeleid is van Gods morele wet, van zijn karakter. Een wet is altijd een openbaring van de wetgever. De 10 geboden worden getuigenis genoemd, omdat zij een openbaring van het karakter van God is. De uitdrukking de tempel of tabernakel der getuigenis
Betekent dus dat de tempel van de Allerhoogste is waar hij zetelt. Dus als wij spreken van de eeuwige troon, is dit de tempel der getuigenis. Ziet u? Zijn karakter, de eeuwige troon. Psalm 89, vers 15. Gerechtigheid en recht zijn uw grondslag van uw troon. Ziet u dat daar de 10 geboden van uitkomen? Zijn gerechtigheid, goede tierenheid en trouw gaan voor uw aangezicht. Nee. Al uw geboden zijn gerechtigheid. Psalm 119, vers 172. Het is een bijzondere dat na 70 jaren na Jezus hemelvaart, hij het heeft over de eeuwige tempel waar de Allerhoogste heerst. Hebreeën 1, vers 8 zegt ook Paulus, dus uw troon is een eeuwigheid. 10 geboden zijn de eeuwigheid. Het karakter van God is eeuwigdurend. Dus de eeuwige troon is de tempel van de getuigenis, de tempel van de goddelijke wil. Zie je op Openbaring 11, vers 19. Dit bevestigt dat Gods eeuwige wil is het fundament van zijn troon en regering. Het is bijzonder dat dus na 70 jaar dus Jezus de hemelvaart heeft, waar hij dus ook over die tempel heeft. Ik moet hier even haken hier. Jammer. Ik lees vandaar, dat is misschien wat makkelijker. Dus de tempel laat zien dat een voorbereiding op de 7 laatste plagen noodzakelijk is voor Gods volk. Jezus gaf het volk te Jeruzalem ook de waarschuwing dat zij zich moeten voorbereiden op de komst van de gruwelde verwoesting. Wat verstaan wij onder de gruwelde verwoesting? Dat is eigenlijk al een hele studie op zichzelf. Daniel spreekt dat ook. En Jezus zegt de gruwelde verwoesting. Wat is de gruwelde verwoesting? Wie kan het zeggen? Wat wordt daarmee bedoeld? Je weet dat Satan altijd God tegenwerkt. En hij gebruikt instrumenten waarvan de gruwelde verwoesting er één is. Het was heidens Rome die Jezus kruisigde. Dat is de gruwelde verwoesting. Maar het is ook geestelijk, pauselijk Rome dat de heilige verwoest. En daarom wordt het de gruwelde verwoesting door Jezus genoemd en Daniel. En dit is dus duidelijk in Matteüs 24, vers 15. Hij gaf waarschuwing dat zij zich moeten voorbereiden op die komst van verwoesting, van de gruwelde verwoesting. En wij hebben straks te maken met, als de dodelijke wonde genezen is, dat het pausdom dan helemaal hersteld is en de gruwelde verwoesting weer helemaal levendig wordt. Dus wanneer gij dan de gruwelde verwoesting ziet, waarvan door de profeet Daniel gesproken is, op de heilige plaats ziet staan, wie het leest, geef er acht op. Of later dan die in Judea zijn vluchten naar de bergen. En dat is ook een waarschuwing voor ons. Dat wij naar buiten moeten vluchten. Naar de bergen die op het ogenblik. Nou, straks, voordat de dodelijke wonde wordt genezen. In Lucas 21, vers 20 en 24 zegt Jezus het nog duidelijker. Zodra gij nu Jeruzalem door de legerkampen omzingeld ziet, weet dan dat zijn verwoesting nabij is. En de christenjoden die Jezus hadden aangenomen, die konden nog vluchten. En toen was de poort dicht. We weten hoe het in eerste generaal, je hebt Titus en die andere generaal, die komt niet zo op. Er was één generaal dat de christenen rondtrok en zei, we trekken ons terug. Nee hoor. Nee, dat was een generaal. Een kerel was een keizer. En hij kon terug. En zodat de christenen zich konden bereid maken en weggaan en konden vluchten. Maar toen die andere generaal, Sestus is dat. Ja, toen die kwam, was de genadedeur dicht. Niemand kon meer vluchten. Het was zelfs zo dat de mensen die gevluchten, 's nachts door de Romeinen werden gegrepen om een beetje gras te kunnen eten, dat die gekruisigd werden. En toen dus generaal Sestus kwam, rook die stam van al die lijken die daar gekruisigd werden rondom Jeruzalem. En daarom zegt Jezus ook dan, laten wij vluchten. Maar diegenen die door de Heilige Geest zijn gewaarschuwd, die vluchten naar de bergen. Die lieten
alles achter. En zo moeten wij ook zo in de laatste tijd zijn. Als we hier zien de verwoesting van Jeruzalem en die op het land zijn en niet binnengaan, want dit zijn de dagen van vergelding. God vergeldt ook ons. We lezen dat in de Openbaring dat er zielen zijn onder het altaar. Hebt u dat gelezen? Die zielen onder het altaar. Wat doen die zielen die onder het altaar zijn? Slapen. Huh? Slapen. Die vragen om? Om gerechtigheid. En wat zegt God tegen deze zielen? Wie weet dat? Jullie moeten wachten. Tot wie? Wanneer? Waarvoor? Totdat uw broeders, die nog straks onthoofd zullen worden, ook de martelaren zijn. Ziet u? Die worden beschouwd als die martelaren die in de middeleeuwen zijn verbrand. Om hun getuigenis. En waarom? Niet alleen om hun getuigenis. Waar nog meer om? Dat zij het beeld en het beest niet hebben aanbeden. En daaraan zie je dus een openbaring dat deze groep nog moet plaatsvinden. Maar mensen zullen onthoofd worden in die tijd. Omdat ze het beeld en zijn beest niet aanbidden. Bent u bereid om daarvoor met de Heer in verbinding te staan, om uw leven te geven voor de Heer God? Ik stel hem altijd. Ja? Daar is heel wat moed voor nodig. Ik zeg, nu kan. Nu. Nu is de verzekering. Velen van ons die zich niet voorbereiden, staan straks voor een groot dilemma. Dat straks als het voor ons is dat wij niet meer kunnen kiezen. En het dilemma is zo groot dat velen, de meeste van ons, Jezus van wel gaan zeggen. Omdat ze Gods geest niet hebben in het hart. Maar dan gooien ze ook hun eigen leven weg. Wat zegt u? Dan gooien ze ook hun eigen leven weg. Ja. Dan is er geen redding meer. Er is geen redding meer. Dus die voorbereiding is zo belangrijk. Want er zullen mensen gedoopt worden. Vroeger zeiden mensen, oh, wanneer komt Jezus terug? Maar ze weten niet wat de gebeurtenissen vooraf gaan. Er zijn grote gebeurtenissen. En hier zien we, Jezus zegt ook duidelijk, de verwoesting van Jeruzalem. Hij zegt, die op het land zijn, ga niet naar binnen, niet binnen gaan. Want dit zijn de dagen van vergelding. God gaat vergelden. Wij vergeten dat. En als wij die 7 plagen gaan studeren, in de toekomst, dan zien we hoe God handelt met deze mensen. En de verlosten, die zijn bevrijd. Wat ik al zei in de preek, zoals zaterdag, meestal en aan het negen, in de vurige oven, niks overkwam hem. Niks. He, omdat zaterdag, Abednego en Mesach op God vertrouwden. En Jezus was in hun midden. Weet u? Maar dat, diezelfde geest van zaterdag, Mesach en Abednego, die zullen wij ook moeten hebben in de toekomst. Weet u? En wat letterlijk Rome deed tegen letterlijk Jeruzalem, is dus een type van wat geestelijk Rome het pausdom tegen geestelijk Jeruzalem, de ware kerk, zal doen. Daar heb je het, hè? De gruwel der verwoesting. Je hebt heidens Rome, die Jezus heeft gekruisigd, de christen heeft vervolgd, dat ze moesten vluchten uit Jeruzalem. En dan heb je geestelijke Rome. Dus wat letterlijk Jeruzalem is, is een type van geestelijk Rome. Het pausdom tegen geestelijk Jeruzalem, wat de ware kerk zal doen. De heiligen zullen ook de grote steden ontvluchten en naar de bergen vluchten. Want het teken wordt gegeven. Moet ook de heiligen direct vluchten, anders zullen ze gevangen genomen worden. Dat is de toekomst. Wanneer te lang wacht, ben je als de vrouw van Lot. Wat had de engel gezegd? Je mag niet terugkeren, je mag niet omdraaien. Als je de wereld lief hebt met al die prachtige juwelen en kleren, dan is Lot, de vrouw, een zandpilaar geworden. Dus wanneer het teken is, dan moeten ook de heiligen direct vluchten. Anders worden ze gevangen genomen en dan zit je in de gevangenis. Er is een groep die vlucht, die door de engelen wordt verzorgd, die het water en het brood zijn gewis krijgen. Nou, bid uw vlucht dat die niet in de winter vallen en niet op een sabbat. Heeft u dat wel eens aangedacht?
Ja. Niet op een Sabbat. Niet op een Sabbat. Waarom niet? Ja, dat is een goede vraag. Waarom niet op een Sabbat? Waarom niet op een Sabbat? We moeten God aanbidden op de Sabbat. Wat heeft God gezegd tegen het volk van Israël? U zult op de Sabbatdag in uw tenten verblijven. En dat betekent dat je God aanbidt. Met je hele geest en ziel. Anders krijg je de Sabbatsvrede niet. Zijn wij met allerlei andere dingen bezig? Met reizen. Wat zuster Wijk zegt, je moet niet reizen op de Sabbatdag. Nou, onteren we God. Want we kunnen niet in de gedachten in die Sabbatsvrede zijn. Maar dat is een hele andere studie over de Sabbat. Wat ik hier ook nog heb. Die Sabbat moet gij. En velen van ons onheiligen de Sabbat zonder dat ze het weten. U zult geen ijdele taal spreken. Niet over allerlei zaken spreken. Er zijn andere dagen om daarover te spreken. Een bestuur wordt in de kerk worden gestemd op de Sabbatdag. Dat is de zondag voor. Weet je wel? Dat was vroeger altijd gebruikt, maar tegenwoordig verandert. En dat, dus hier, je moet bidden dat je vlucht niet in de winter vallen en niet op een Sabbat. Dus wat is uw vraag? Waarom op de Sabbat? Kan iemand een antwoord geven? Je hebt toch gezegd aanbidding? Zelf van aanbidding. Maar je staat onder de druk van het pausdom. Soms moet je vluchten. Wat doe je dan? Ga ik goed uit, hè? Je zult je helemaal aan de Heer overgeven. En de Heer zegt, wat moet ik nu doen? En vertrouwen op zijn belofte. En niet bang zijn. Oké. De heiligen moeten bidden dat het weer dus niet te koud komt op hun vlucht. En dat ze de Sabbat toch in ere kunnen blijven houden. Ook een waarschuwing voor de zwangeren en de kinderen die de kinderen moeten verzorgen. De tijd van verdrukking zal ook zo'n grote impact hebben op hen die kinderen moeten zorgen en verzorgen. Dat is niet voor niks dat zuster Wijd zegt dat de ouderen ter ruste worden gelegd voor die tijd van verdrukking. En dat de kinderen ook ter ruste worden gelegd. Stel je voor, die tijd van verdrukking komt en uw geliefde ouder of een kind, een klein kind sterft. Zuster Wijd zegt, als de ouders gelovig zijn, krijgen ze het kind terug bij de opstanding. Ziet u? Alleen als ze ook in de drie engelenboodschap hebben geloofd, staat eronder. Ja. Ziet u hoe belangrijk het is, die drie engelenboodschap, dat we die goed begrijpen. Ja. Dus je hoeft niet bang te zijn als je ter ruste wordt gelegd. Want je staat straks op in de bijzondere opstanding, omdat je in de drie engelenboodschap hebt gebracht en geloofd. Nou, wat hier staat, de consequenties van het overtreden van Gods wet. Wat zijn de consequenties van het overtreden van Gods wet? De dood. Ja. Gods wet is zijn karakter. Gods wet is heilig. En het overtreden van Gods wet is een zo grote zonde die eigenlijk moeten we naar ons voorbeeld Lucifer kijken, Satan. Die heeft ervaren wat het overtreden van Gods wet is. Lucifer. Toen Lucifer uiteindelijk niet zich wou bekeren en vergiffenis wou vragen, want Jezus sprak nog, zat er allemaal in Patriarch Profeten en de Story of Redemption, dat Jezus sprak en Lucifer hield vol. Hij had zijn hart verhard. Maar toen hij uit de hemel was, met al zijn gevallen engelen, toen schrok Lucifer. Wat waren de consequenties van het overtreden van Gods wet? Wat waren die consequenties? Verdoemenis. Hij zag met eigen ogen dat die engelen ruzie aan het maken waren voor het eerst met hem. En met elkaar. Dat hij zo geschrokken was. Hij zou als het kon direct weer terug willen bij God om vergiffenis te krijgen. Maar het was te laat. Dat is de consequentie van het overtreden van Gods wet. Dat je als je eenmaal gezondigd hebt. Je kunt beroep doen op Jezus nog, maar anders zijn de zeven plagen voor jou. De boodschap die wij moeten begrijpen is dat de rebellie tegen Gods
werd ervoor zorgd dat goddelijke wraak wordt uitgegoten over de wereld. De wet bewerkt toorn, staat in Romeinen 4 vers 15. Hoe leggen we dat uit? De wet bewerkt toorn. Weet u? Wat betekent dat? Dat de wet toorn uitwerkt. Weet iemand dat? Met het feit dat de neus gedrukt. Ja. Maar ook, als wij de wet willen houden en wij vallen elke keer in zonde, dan zijn we ook boos op onszelf. En dat is die toorn. En als je naar Romeinen 7 gaat, dan zegt Paulus ook duidelijk, wie kan mij verlossen van dit ellendig lichaam? Alleen Jezus Christus. Wat zegt u? De dingen die ik wil doen, doe ik niet. Ja, maar juist die dingen die ik niet wil doen, dit doe ik. Dan zie je dus dat je leiding hebt. En dat die werkt ook toorn, uit. Weet u? Maar hier. Dus Gods straf is gebaseerd op rechtvaardige principes vanuit zijn wet. Vanuit zijn wet. Voor ieder die zijn wet overtreedt, is er genade, zodat iedereen kan ontsnappen aan de straf die overtreding met de wet met zich meebrengt. Maar er komt een dag dat er geen verlossing meer is. Dan zal de wet in werking treden. Ziet u het onderscheid? Dan gaat die wet werken. Dat heeft gevolgen, dat heeft consequenties, het overtreden van de wet. En iedereen die de genade van God verwerpt, zal daarover de consequenties moeten dragen. En die dag is binnenkort. Nu kun je je zonde nog beleiden. En ieder die de zonde beleidt, neemt Jezus aan. Maar dat is wel iets wat je zelf moet doen. Je eigen zonde beleiden. En niet afwachten van, Heer, Jezus, u zit in de tempel, u zorgt voor mij dat ik gereed word gemaakt. U zult iets voor uzelf moeten doen. En dat is iets wat echt een taak van ons is. En Openbaring 16 vers 1, en ik hoorde een luide stem uit de tempel, zeggende tot de 7 engelen, gaat heen en giet de 7 schalen van de gramschap God uit op de aarde. De stem komt dus uit de tempel, dat hebben we 7 al besproken, omdat daar God op de troon zit. De plagen worden door hem gestuurd, dat hebben we 7 ook al besproken. En hier zie je dus een plaatje die ik niet zo goed kan uitbeelden. Maar een vrouw die de eerste plaag ontvang, dat is hier heel duidelijk te zien, dat zijn die zweren. Met pus. Hebt u wel eens een zweer gehad? Met pus, zo groot als wat daar is? Nee, het blijft ook een litteken op je lichaam, zo groot. Maar deze zweren, die zo pijnlijk doen en zo jeuken, ik kan me er een beetje enig bij me voorstellen. Zullen niet voorbij gaan. En dan valt het gevolgen. Ziet u? En dan valt de tweede plaat even op. Ja. Maar de derde, vierde, vijfde plaat volgt, die zweren blijven. Dat heb ik vanmorgen gezegd. Want dat is de beker van de gramschap van God, dat zonder genade is. En wat zien we hier? De plagen zorgen voor extreem lijden. En pijn die de dood van miljoenen niet geredden zullen veroorzaken. Ik zeg duidelijk, niet geredden. Als wij niet gered zijn, krijgen we dat ook. Daar moeten we ons van bewust zijn. Dus het idee van een liefhebbende God, die de 7 laatste plagen op de mensheid legt, roept bij sommige geloven vragen op. Sommigen concluderen dat God door dit te doen zijn eigen wet overtreedt. Gelooft u dat? Maar God is toch liefde? He? Maar God is de eigenaar van het leven. Ziet u? Hij is de eigenaar van het leven. Hij heeft u het leven gegeven. Hij kan het u terugnemen. U bestaat bij de gratie van God. Ziet u? En daar staat ook, he, want als je met mensen praat, nou, dat kan de Heer God nog zijn. Dat is geen God van liefde. Maar hij is wel een God van gerechtigheid. Zodat hij het leven kan geven en het ook weg kan nemen. Geschapen wezens mogen het leven niet nemen,
want het is niet van hun. Daarom zegt ook, hij zult niet doden. Wij mogen niet doden naar mensen die naar Gods beeld geschapen zijn. Dus wanneer God straft of doodt, overtreedt hij zijn wet niet. Klopt? Of niet? Of heeft u vragen? Ziet u? Als God mensen doodt, zoals daar, wat we net hebben gelezen bij Pilgrim, en bij Rehoboam, bij David en Jozua, dat hij duizenden mensen in verwarring brengt, de vijand, en ze elkaar doden. Zo gaat God altijd te werken. Heb je nooit geweten dat als je dit hier leert, dat als God gaat strijden, dat hij altijd mensen in verwarring brengt. Dat was bij Gideon ook zo. En dat is straks bij Armageddon ook zo, wanneer Gods volk wordt vervolgd, dat de mensen, we hebben gelezen in een grote strijd, dat de wapens niet meer kunnen werken, functioneren, die zijn gebroken, wat nog meer. Zullen engelen als soldaten verkleed zijn met angstwekkende wapens. Ze zullen terugdeinzen, de goddelozen. Maar wat nog erger is, dat God eigenlijk deze mensen niet meer spaart. Dat is dan één keer zijn rechtvaardige daad. Dus wij mogen dus niet doden. En wanneer God dus straft, overtreedt hij zijn wet niet. De plagen worden uitgestort op 6 plaatsen. De aarde, de zee, de zon, over alle wateren, de atmosfeer en de mensen op de planeet. Zijn de plagen symbolisch of letterlijk? Weet ik niet. Is de 6e plaag symbolisch? Nee? Wat is de 6e plaag, hè? Openbaring 16, vers 12, wat staat daar? En de 6e goden zijn schaal uit op de grote rivier, de Eufraat, en zijn water droogde op, zodat de weg bereid voor de koningen die van de opgang der zon komen. De rivier de Eufraat was de glorie en de bescherming van Babylon. De Eufraat stroomde door daar Babylon heen. 2 grote muren die beschermden Babylon, maar die Eufraat stroomde erom. Zo krijgt ook modern Babylon, het pausdom, steun van de symbolische rivier de Eufraat, die voedsel geeft. De miljoenen mensen over de aarde die Babylon ondersteunen. Want allen zullen zij het beest aanbidden. Ziet u? Die miljoenen mensen, alle naties, de koningen en regeerders van de aarde, kooplieden, openbaring 18 vers 3, die steunen Babylon. Maar uiteindelijk is er een speciaal oordeel over Babylon. En is de rivier opgedroogd. En dan zie je dat God vergeldt. Is dat symbolisch of letterlijk? Wat zegt u? Letterlijk. Letterlijk? Letterlijk, ja, u ook? Symbolisch? Ja. Dit is Babylon, stelt de paus dan voor en wordt ondersteund door wie? Alle koningen. Dat is ook een hele studie van openbaring 17. Dat heb ik ook nog. Ik heb heel veel studies, maar goed. Deze regerers, aarde en kooplieden, die ondersteunen. En uiteindelijk zie je dus dat die Eufraat, die opdroogt, het pausdom niet meer kan ondersteunen. Bron van leven, het water is er niet meer. Ziet u? Dat is die 6e plaag. Een hele speciaal aparte studie over die 6e plaag alleen. Maar het is 4 uur, ik weet niet of ik moet ophouden. Dat we de volgende keer hier verder over gaan. Heel graag. Ik ben wel van weer. Ja? Maar we hebben vragen gesteld worden? Ja. Dat is goed. Microfoon nemen. Het zijn jullie weer? Ja. Ik zie of er nog vragen gesteld mag worden. We gaan het wel af. Aanzetten. Ja. Zijn er mensen die vragen? Ik had eentje over
We zijn hier in Nederland. Ja. En als wij hem zouden moeten vluchten, waar zouden wij naartoe moeten? Ja. Naar Oostenrijk. Duitsland. Duitsland. Zwitserland. Ja. Of Zuid-Limburg. Ja, dat ja. Ik heb gelezen dat geen ogenblik wordt gezegd door deze provincie. Trek weg uit de steden, ga de dorpen in. Wanneer de tijd komt dat we uit de dorpen nu in de dorpen nu veilig zijn, verder weg moeten trekken naar onbewoonde gebieden. Hier in Nederland? Nederland is in de stad. Maar verder staat er nog, we moeten ons daar niet eens druk om maken, want we zijn nergens veilig. Dus ook nog welke veilige denkbare plek we nu kunnen bereiken. God zal ons leiden. Ja. Daarin. Dus we weten niet waar hij ons op zou brengen. Wat ik gelezen heb, en de geestelijke profetie is dat het noodzakelijk is dat wij eigenlijk een eigen moestuintje hebben. Om onze eerste levensbehoeften te kunnen voorzien. Maar die tijd is maar kort. Uiteindelijk zullen wij worden vervolgd. En dan staat er in de grote strijd, zelfs de mensen uit de middelmatige steden, wat is een kleine stad? Misschien, hier. We moeten vluchten. Ja. Wat u zegt. En we moeten vluchten. En dan, dat is het belangrijkste, dan zal Gods heilige engel ons begeleiden. Ja. En dat betekent dus dat je niet bang hoeft te zijn. Maar je ervaart de presentie, de aanwezigheid van Gods heilige engel. Dus drie stadia's. Uit de stad, niet in Amsterdam wonen. Moestuin. Dat je eigenlijk het eerste jaar, zeg maar, het eerste jaar. Dat je zelf voorzien je aardappelen en groenten en zo wat kunt verbouwen. En uiteindelijk zullen ze dat ons ook afpakken. Alles. En dan moeten wij vluchten. En zuster Waait zegt de onderscheid tussen de kleine steden, grote steden, kijk, allemaal weg. En dan zullen we moeten vluchten. En dan zullen we onder begeleiding staan van heilige engelen die ons beschermen. Is er nog wat meer vragen over? Nou, ik denk ook dat wat we nu kunnen zelf nu kunnen doen, dan moeten we ook dat zelf ook doen. Juist. En wat heeft zuster Waait al gezegd? Ze is drie keer door de engel gewaarschuwd om op te schrijven dat wij uit de grote steden weg moeten gaan. En dat is al in 1903 al zoiets heeft ze dat gekregen. Wij moeten uit de grote steden. En de belangrijkheid is dat die engel drie keer dat haar heeft gezegd. Zegt al iets. Dat zegt niets. Als het komt, zegt al iets. Wat zegt u als? Ik zeg, alles wat in drieën komt, zegt al iets. Ja. Dat is een luide roep ook, hè? Met een luide roep, dat betekent de belangrijkheid. Ja. Want God kan ons alleen beschermen wanneer wij aan hem gehoorzaam zijn. Amen. Ja, zijn er nog vragen? Dus toch al deze tijd verlaten, uiteindelijk. Wat zeg je? Dat deze tijd verlaten, uiteindelijk. Uiteindelijk zullen we ook deze moeten verlaten. Ja. Misschien kunnen we lang hier bergen, maar ja. Ja, er staat ook iets in Grote Strijd en andere boeken, dat er ook velen van ons gevangen zullen worden genomen. Juist. En dat er ook velen gedood worden, onthoofd worden, dat hebben we net besproken in Openbaring 20. Ja. De broeders, de medebroeders, die zullen ook onthoofd worden. Maar, zoveel Adventisten weten niet dat er een vooropstanding is. Leg eens even. Een vooropstanding. Die kun je alleen vinden in de Grote Strijd, zo'n kleine alinea, en in Eerste Geschriften. Maar dat moet een troost zijn voor ons als wij naar het schavot worden gebracht. Want wij worden gedood en dat was voor Paulus een feest dat hij onthoofd werd. Wisten jullie dat? Ja, hij was blij. Terwijl al de christenen aan het huilen waren, was Paulus blij, eindelijk bij Jezus. Ja. Nou, diezelfde mentaliteit moeten wij ook hebben. Ja. Eindelijk bij Jezus. Het eerstvolgende wat Paulus gaat zien is Jezus. Ja. Maar wij zien dan wat in de grote strijd staat, een vooropstanding. En door die vooropstanding kunnen wij ons troosten wanneer wij gevangen worden genomen
gedoopt worden. Maar wij moeten wel verbonden zijn met de Heilige Geest. Weet je wie ons daar een voorbeeld toe is? Johannes Hus. Hè? Arne Martelas. Wie? Arne Martelas. Ja, nee, er waren twee. Johannes Hus en... Hoe heet die andere? Van Praag. Ja. Ik kom niet op zijn naam. Maar ik kom niet op zijn naam. In ieder geval die hebben een goed... Hieronymus van Praag, ja. Heb je dat nooit gelezen? Wat Hieronymus van Praag is overkomen? De baptisten die kwamen naar hem toe. En zeiden, als je herroept, ben je weer vrij. En in Johannes Hus was dat vreselijk in die gevangenis. Of Hieronymus van Praag. En toen heeft hij zegt, ja, ik kom maar morgen terug, dan teken ik. Heb je dat nooit gelezen? Ja, ja. En wat gebeurde er toen? De Heilige Geest ging van hem weg. In de gevangenis. En dan vond hij zo vreselijk, dat toen de andere morgen dus de katholieken kwamen, die leiders zeiden van, ik teken niet. Want ik heb het gevoel wanneer God mij verlaat. Ziet u? Ja, ik weet niet wanneer moet afhouden, maar... Bedankt, broeder. En dat we de volgende keer weer verder kunnen gaan. Ja. In ieder geval, we hebben een... hoe noemen ze dat? Een voorproefje, een appetijtje. En dat is nog niet alles. Ja, we hebben alleen maar een voorproefje gehad. We mogen even met de smaak. Mogen smaken. Ja. Dankjewel. Goed. Laten we opstaan om te sluiten met het gebed. Wilt u voor ons bidden? Lieve Heer in de hemel, we zeggen u zoveel dank, Heer, dat u zoveel heeft geopenbaard in uw woord. En dat u uw dienst mag, zuster, waar het ook heel veel informatie heeft gegeven, zodat wij niet ontmoedig hoeven te staan en tegenover u te zijn wanneer echt die moeilijke tijd van verdrukking komt. Ja, Heer, wij danken u voor de genadetijd. U bent inderdaad geduldig. Wat ontmoedig is dat de Bijbel. U bent genadevol. U bent zo genadevol dat u zegt, 7x7, ik vergeef alles. Maar er zal een streep worden getrokken. Uw gerechtigheid zal openbaar worden gekomen. En wij moeten daarop voorbereid worden. Dat wij inzien wat u met ons van plan bent. Wilt u ook de studies zegenen? Dat mensen aanleiding gaan vinden om dit allemaal zelf te gaan bestuderen. En zodat zij ook gereed mogen staan voor die moeilijke tijd die binnenkort zal komen. Dit vraag ik u in Jezus' naam. Amen. Amen.